Stakeholders. Deze video is onderdeel van een serie over projectmanagement. De video's zijn eveneens goed te gebruiken bij mijn boek Projectmanagement en bij mijn boek P6-methode. Een project kan plaatsvinden in een ingewikkelde omgeving. Immers, een projectgroep heeft te maken met allerlei betrokkenen, ook wel stakeholders genoemd. Deze stakeholders bemoeien zich met het project of ze zijn afhankelijk van het projectresultaat. Maar wie zijn die stakeholders van een project? Bij een project heb je te maken met stakeholders. Dat zijn de betrokkenen bij een project. Je kunt die stakeholders in verschillende groepen indelen. De eerste groep bestaat uit mensen die direct zijn betrokken bij het project zelf. Dan moet je denken aan de projectopdrachtgever, degene die betaalt voor het project, die het projectresultaat wil. Je moet denken aan een projectmanager die de projectgroep, het projectteam vertegenwoordigt. En je moet natuurlijk ook aan de projectteamleden denken, mensen die meewerken in het project. Hè. Bijvoorbeeld ook een projectsecretaris, iemand die het secretaris uitvoert. En eventueel als het project een bepaalde omvang heeft, heb je ook te maken met werkgroepen en dus ook met werkgroepleiders. Nou, verder heb je mensen die uit de eigen organisatie komen. Je moet denken aan een intern project wat je uitvoert als medewerker van een bedrijf voor je eigen bedrijf. Je hebt dan te maken met je eigen organisatie, dus al je collega's die zeg maar, je dagelijks tegenkomt. Je hebt te maken met afdelingen, maar je hebt ook te maken met andere projecten die al in jouw bedrijf worden uitgevoerd. Je hebt te maken met de directie, het management, het topmanagement. En je hebt natuurlijk ook te maken met de gebruikers van het projectresultaat wat je aan het eind met je projectteam gaat opleveren. Je kunt ook een andere relatie hebben, namelijk met de buitenwereld. Dus niet intern in je eigen bedrijf, maar de buitenwereld. En in het geval dat je te maken hebt met een externe opdrachtgever, ontstaat er een hele andere situatie als bij een intern project. Want dan spreek je eigenlijk over een extern project. Daar zijn vaak commerciële belangen mee gemoeid. Dat betekent dat jij een project uitvoert voor een ander bedrijf. En over het algemeen word je daar dan voor betaald als uitvoerder en spreek je dus van een commercieel project. Maar je kunt ook hebben met andere mensen uit de buitenwereld hè, die je altijd tegenkomt. Je hebt te maken met leveranciers als stakeholder. Je hebt te maken met eventueel consultants, hè, adviseurs die je inhuurt. Je hebt te maken met je eigen klanten, dus de klanten van het bedrijf waar je voor werkt. Je hebt te maken met een overheid die allerlei regels stelt en allerlei voorwaarden en misschien vergunningen moet gaan afgeven. Misschien heb je geluk dat je kunt spreken met een zogenoemde klankbordgroep, dus een groep mensen die al eerder een vergelijkbaar project hebben uitgevoerd en met wie jij kunt overleggen hoe jij het project het beste kunt doen. En misschien heb je ook te maken met belangengroepen, mensen die tegen het project zijn, die het project niet willen, of mensen die juist het project wel willen. Nou, daar zijn er een heleboel van. En nou, je ziet bij elke kun je misschien nog wel een aantal bij bedenken. Nou, als je dit weet, dan kun je gaan kijken naar van, ja, maar wat hebben die dan voor relatie met elkaar? Nou, project en de eigen organisatie of met de buitenwereld heb je altijd te maken met het uitwisselen van informatie. Mensen moeten op de hoogte gesteld worden. Als je een intern project voert, dan moet je zorgen dat je afdelingen, je directie en dergelijke op de hoogte zijn van wat je doet. En datzelfde geldt natuurlijk voor de buitenwereld. Als je een project uitvoert voor anderen of als je te maken hebt met klanten of dergelijke, heb je ook te maken met informatieuitwisseling. Maar het gaat natuurlijk ook om gelduitwisseling. Soms moet je zaken betalen en het gaat om uitwisseling van allerlei middelen of hulpmiddelen die je gebruikt om je project uit te voeren. En natuurlijk ook mensen. Hè? Als jij een projectteam hebt, hè, dat middelste bolletje, middelste rondje wat je daar ziet, dan heb je mensen nodig uit de buitenwereld misschien. Ik noemde net al even consultants, maar misschien ook wel uit de eigen organisatie die meewerken in jouw project. Dus uitwisseling van informatie, geld, middelen en mensen. En we hebben een drietal verschillende groepen stakeholders. Hè, de direct
projectbetrokkenen, mensen uit je eigen organisatie en mensen uit de buitenwereld. En in het extreme geval is de buitenwereld, daar zit daar ook een externe opdrachtgever, waardoor het project een wat andere insteek krijgt. Dan gaat het om een commercieel project, dan wanneer het om een puur intern project gaat.